Soms komt het voor dat u per abuis een gebruiker verwijdert. In dit filmpje leert u hoe u de gegevens van gebruikers die u heeft verwijderd permanent kunt verwijderen. Indien u een gebruiker handmatig verwijdert uit het systeem of een gebruiker wordt door basispoort verwijderd, is deze nog niet permanent verwijderd uit het systeem. De gebruiker verdwijnt naar de prullenbak van Mo en blijft daar nog bewaard totdat u deze definitief verwijdert. Via de tegel Mo-beheer gaat u naar het tabblad Gebruikers. In de groep Verwijderde gebruikers vindt u alle gebruikers die op een eerder moment zijn verwijderd. Plaats een vinkje in de tegel van de gebruiker die u wilt verwijderen. Druk op de knop Definitief verwijderen. Bevestig dat u de gegevens wilt verwijderen door op Ja te klikken. De gegevens van deze gebruiker zijn nu definitief verwijderd uit uw systeem.